Ik ga hier nu vertellen de akkoorden van Coffee on the Go. Coffee on the Go, dat is eigenlijk, staat min of meer in A mineur. Maar er is één terugkerende riff en die staat in D mineur. En die gaat zo. 3, 4 en... Dit zijn akkoorden met drie noten. Dus dit is D mineur. En dit is G. En die speel ik met mijn vingers. Ik hou mijn plectrum verstopt tussen mijn ringvinger en mijn middelvinger. En dan doe ik... Dus ik gebruik hierbij mijn duim, wijsvinger, middelvinger voor de D mineur. En voor G gebruik ik mijn duim, mijn wijsvinger en mijn ringvinger. Dus ik sla deze over. En dan ga ik beginnen met het thema. Dat is dus het begint met een A mineur F9 akkoord. Die gaat zo dus. En dat is een stukje melodie wat er ook in zit. Dus het begin, de hoogste noot, dat is de melodietoon. En het volgende akkoord is een D add 2 met een vies in de bas. En de melodietoon is de D zelf. Dus je hebt... F major 7 met een 13. En vanaf het begin van het thema waar deze begint, dan gebruik ik dus een soort van wat sommige gitaristen noemen hybrid picking. Dus ik gebruik mijn plectrum en mijn vingers tegelijk. Dus eerst doe ik alleen mijn plectrum. Hier gebruik ik mijn plectrum voor de bas en de rest doe ik met mijn vingers. Dat stukje, dat is dus een tweekwarts maat met E, E minor 11, Cis minor 11, G minor. En dan beginnen we eigenlijk weer bij A. Met dit dezelfde akkoord weer. En dan krijg je een F sus akkoord. En dan krijg je de riff weer. Dat is in principe wat er gebeurt in het thema. Wat ik ook nog wil vertellen is dat in principe zeg ik nu wel van ik doe het zo met mijn vingers en ik doe het met mijn plectrum. Maar het is ook zo dat mocht het anders gaan en is de situatie anders, dan doe ik het ook gewoon wel eens anders. Dus ik doe niet altijd precies hetzelfde. Soms doe ik bijvoorbeeld dit om te beginnen. Maar ik kan ook wel eens zin hebben om het met mijn vingers aan te spelen. Het verschil is natuurlijk dat als je dit doet met de plectrum, dan krijg je een soort ringgeluid, zo'n rang, zo noem ik het maar. En als ik het met mijn vingers doe, dan krijg je het in één keer. Je ervaart het als dat je het in één keer allemaal aanslaat. Hier speel ik ook met het ritme. Dus hier kan je ook, als je wil, kun je hier ook mee improviseren. Dus dan doe ik, het is wel een soort thema, maar ik ga er wel losjes mee om. En dat vind ik wel belangrijk. Ik ga nu het tweede gedeelte van het thema uitleggen. Dat begint dus op G mineur. Dus je hebt dan, als je dit gehad hebt, dus het bes.
En dat is een Bes majeur 7 met een 9 en een 6 erin. En dan gaat de melodie. En dan krijg je die E mineur 11 en die Cis mineur 11 achter elkaar. En dan zit je op G mineur 7. En dat ga ik nu uitleggen. Dat thema zit, dat wordt gespeeld in tertsen. Allemaal in de G-dorische ladder. Ja, met het spelen van tertsen is het ook wel vaak belangrijk hoe je die fingering doet. Want als je bijvoorbeeld, ik speel het zo. Kijk, je ziet ook wel eens gitaristen die spelen zoiets dan op deze manier bijvoorbeeld. Dat kan ook, of je kunt het ook zeg maar zo spelen. Maar hier gaat dat niet zo zeg maar geleidelijk. Want dan moet je echt helemaal alles, de stand van je hand helemaal veranderen. Dus ik doe het liefst zo. Ik begin met gewoon een barré op de derde fret. En dan speel ik deze met mijn ringvinger en een pink. En de volgende, dat schuif ik door. En dan haal ik mijn pink weg en dan haal ik mijn ringvinger erop. En dan speel ik die met mijn middelvinger. Dus kijk je dit. En de volgende doe ik met mijn middelvinger en mijn wijsvinger. Dus je hebt dit. Kijk, je kunt dus ook daarmee improviseren als je dus weet hoe je dus de hele dorische ladder op die twee snaren speelt in tertsen. Dan kun je daar ook mee improviseren. Dus als ik eens een keer zin heb, ligt daar maar een beetje hoe mijn humeur is dat die dag dat ik dat optreden heb. Dan misschien dat ik zin heb om dit te doen. Dus je kunt van alles daarmee doen. En dan beperk je je eigenlijk dan tot de tertsen in dat stukje. Dat kun je doen. En ik hou het liefst altijd alles een beetje open. Ik hou niet van vreselijk vaststaande thema's. Ik wil graag dat er een soort vrijheid altijd vanuit gaat. En dat kan je zoeken in de timing, in de dynamiek. En ook dus in de noten soms. Soms kun je de melodie net even veranderen. Vooral als je de tweede keer het thema speelt, dan heb je natuurlijk veel meer ruimte ook daarvoor. Want de eerste keer heb je dan al gehad, die je vaak net iets meer to the point speelt eigenlijk. Dus dat. Als je dan verder gaat, 3, 3, dan ga je weer naar dit stukje dus. Ja, dat is echt een bending. Dus. En dan zit je weer op drift. Dat is het thema.